Goedemiddag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto staat de datum van vandaag 1 december. En dat betekent dat vandaag de meteorologische winter is begonnen. Hebben we vandaag in de temperaturen overigens niet gemerkt? De afgelopen dagen was het koud, maar die koude lucht is nu verdreven, maar komt de komende dagen wel weer terug. Veel wolkenvelden in onze omgeving. Kwamen allemaal vanaf de Noordzee aan. Ten zuiden van ons stralend zonnig weer. En ook in Engeland schitterend weer. Maar dat was voor ons vandaag niet weggelegd. Heeft allemaal te maken met uiteraard de weersituatie. Er ligt een krachtig hoge drukgebied. Dat lag eerst boven ons land. Eh, zorgde toe voor de kou. En is nu naar het zuiden-zuidwesten weggezakt. En daardoor hebben we nu te maken met een aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee. Uit die wolken kan soms een spatje vallen. Dan zien we dat morgen het hoge drukgebied langzaam weer onze kant op komt. En dat de aanvoer vanaf de Noordzee dus stopt. Minder aanvoer van bewolking betekent meer ruimte voor de zon. We gaan dus naar een best wel aardig weekend toe eigenlijk. Want zeker als we nu naar de weerkaart van de zaterdag en de zondag kijken, dan ligt ineens de hoogste druk niet meer boven Zuidwest-Engeland, maar recht boven ons land. En dat betekent dat we te maken krijgen zondag met heel rustig weer en met flinke zonnige perioden, maar ook met koude nachten. Eerst vanavond en vannacht. Absoluut nog niet koud. Zes tot negen graden, maar liefst wolkenvelden. Enkel opklaantje. En uit de wolken kan plaatselijk wat motregen vallen. geldt ook voor de nachtelijke uren. Hier en daar wat lichte regen of motregen. Het stelt allemaal op zich niet heel veel voor. Het is eerder druilerig of miezerig. En de temperaturen? Nou, die zijn natuurlijk hoog. Geen min acht graden, maar plus acht graden. Dat dan in het noordwesten, rond de zes graden in het binnenland. En dan morgen overdag. Dat is de overgangsdag. In de ochtend waait de wind nog uit het westen tot noordwesten. En dan hebben we nog steeds te maken met de wolkenvelden. Lokaal breekt even de zon door. Maar op een enkele andere plek is de bewolking dik genoeg om wat regen op te leveren. Smiddags draait de wind naar het noorden. En dan komt de drogere lucht erin. Vanuit het noorden steeds meer plaatsen de zon. De regen die verdwijnt ook. En de temperaturen beginnen langzaam te dalen. Aan het einde van de ochtend is het 7 tot 10 graden en in de loop van de middag loopt de temperatuur dan langzaam wat terug. En dan komen we bij het weekend weer. Nou, in de nacht na zaterdag kan het langs de oostgrens al vriezen. Zaterdag overdag 5 tot 7 graden en daarbij een zonnige periode en een paar wolken. Zondag meer zonneschijn, maar ook lagere temperaturen. In de nacht min 2 tot min 5 graden en overdag 3 à 4 graden. En dan is de wind inmiddels aan het, uit het oosten aan het waaien. Op maandag een oostenwind, eerst een koude nacht en daarna weer temperaturen rond de 4 graden bij volop zonneschijn. En hoe zit het dan verder met de vorstkansen? Nou, laten we vooral naar de bovenste grafiek kijken. Daar zien we de kans op een vorst in de nacht. Zondag, maandag, dinsdag, misschien ook woensdag zijn die kansen groot. Maar daarna neemt de kans al snel weer af. Het is opnieuw dus een spelde prikje van de winter die hier en daar voor ijs gaat zorgen. Maar zeker niet voor uitgebreid schaatsplezier. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.